Even kijken hoor. Een hele goede dag, dames en heren. Jo-Robert is mijn naam natuurlijk. Even kijken. Moet even kijken of ik de een en ander kan aanzetten. Zo, nou, in ieder geval de opname die is gestart. Hartstikke mooi, van harte welkom iedereen. Ja, we zitten nu met Smart te wachten op Ronald de Zoete. Alleen Ronald de Zoete heeft een uitdaging met de computer. Dus helaas lukt dat niet. En dus doe ik vandaag de sessie. En wat ik vandaag wil doen is jullie meenemen een beetje ook in de oliemarkt ook. Niet het fundamentele, maar wel het technische. Dus ik zou zeggen, stel gerust de vraag en dan wil ik aan de hand van monitorwork doen met het systeem, handelssysteem. En, want je kunt namelijk ook oliemarkt handelen via FX Flat, bijvoorbeeld via monitorwork. Dus volgende week hoop ik dat op woensdag weer Ronald aanwezig is. En we hebben ook aanstaande woensdag, donderdagavond hebben wij nog een speciaal webinar over de oliemarkt. Dus, heel veel succes alvast natuurlijk. En ik zal even de chat voor jullie aanzetten. Want dat is misschien wel makkelijk. En we hebben naar chat dat iedereen die kan pakken. Zo. Zo, goedemiddag. Dag. Goedemiddag, Christophe. Leuk dat jullie aanwezig zijn. Wat wil je een beetje weten over de handel in olie? Ik zal even een scherm delen voor jullie. En wat altijd goed is om te doen, om mee te starten, zal ik even het scherm hier zo doen. Dat is namelijk als volgt: www.forexfactory.com. Altijd de kalender checken. Want dat is heel belangrijk. Dat is namelijk als volgt. Share screen. Screen to. We hebben de oliecijfers. Die zijn meestal op woensdag, hè, en donderdag volgens mij ook een keer. We hebben aanstaande woensdag. Als het goed is, zie je ook mijn scherm. En dan zie je dus ook OPEC-meeting, dat is all day, dat is woensdag. En dan heb je meestal rond een uur of 4:30 heb je ook de crude oil inventories. Nou, als je op dat mapje klikt, open detail, dan zie je precies wat dat betekent. En er staat ook bij dat het van Energy Information Administration, EIA, is. En dat er staat bijvoorbeeld bij change in the number of barrels of crude oil held in inventory by commercial firms during the past week. En wordt ook gezegd dat het de frequency elke week is, 4 dagen na het weekend. Dan staat er nog bij dat, wordt ook wel gecalled crude stocks en crude levels. En ACRO, dat is AEI, dat is Energy Information Administration, is dat de AEI. En je hebt ook de API volgens mij, dat is een andere, en dat komt op een ander tijdstip. En dat is meestal of een ander. Maar je hebt ook gasvoorraadcijfers, dat is gas storage, dat is een dag later, dat is op een donderdag, zoals je ziet. Natural gas storage, zoals je ziet, dat is ook van de AEI, maar die komt een dag later. Dus hou er gewoon heel veel rekening mee. En dan is dat in ieder geval stap 1 wat je even moet doen. Nou, volgens mij zie je ook mijn scherm nu, hè, als ik me niet vergis. Je kunt namelijk bij FX Flat kun je heel veel markten handelen, waaronder bij symbolen kun je kijken welke commodities er zijn. Nou, dat is dan gold en zilver, maar dan moeten we dus volgens mij naar de oliemarkt. En die oliemarkt die staat onder de minis, namelijk. Je hebt namelijk de Brent, dat is de equivalent
van Europa, de Europese oliemarkt. En dan heb je de WTI, heb je de WTI Cash en de Futures. Nou, WTI Cash, dat is de spotmarkt en wat je nu betaalt. En je hebt ook Futures. Nou, hier zie je dus WTI H3, expiry 2002, dus 20 februari. Dus er is een verschil tussen die twee. En dan kun je ook kijken bij eigenschappen rechts, zie je wat het precies is. Nou, dan zie je dus dat één contractwaarde van olie, die is 100. En de markt is voor $80. Dat betekent dus 80 maal 100, dan is dat 8000, is dan exposure. Dan heb je ook nog de minimum volume. De minimum volume is hier, even kijken hoor, 0,1. En dat is namelijk mooi, dat is de mini. Met andere woorden, in plaats van dat je dus met één contract 100 barrels heen en weer slingert, is dat 0,1 maal 100 is 10. Met andere woorden, elke punt beweging in olie zou dat een fluctuatie betekenen van 10. Met andere woorden, als je hier dus ziet, we staan nu op 77. Even kijken hoor, dat is deze. 77. Van 77 naar 78. Dat is dan één barrel is, of één vol contract is 100. Dan zou dat 77 en 78. Dat is $1, $100 winst of verlies zijn. Nou, heb je dus bijvoorbeeld 0,1 contract, dan is dat 10 cent. Of is dat 0,1 is $10 per punt beweging. Nou, hoe kun je erop inspelen? Nou, dan kun je dus inspelen door op de markt op de 1 minuut grafiek te kijken. Nou, ik ga even top-down bekijken. Dan ga ik op de 1 minuut of de 1 uur pak ik bijvoorbeeld een timeframe van 15 minuten template. En dat is de hoogste timeframe. Dat is namelijk pak de FX, dat is een 24/7 markt is dat, hè? Nou, dan zie je dus dat dit het globaal beeld is van afgelopen week ongeveer, hè? Dus als het goed is zie je ook mijn grafieken. En het mooie is dat je dus ziet dat op 17 januari, vorige week was dat, zien we dus een piek, een daling zeg maar. En als je de lijn doortrekt naar links, dan zie je ook dat dit niveau eerder is aangetikt. Op 23 januari, dan gaan we ietsjes inzoomen. En dan zien we ook dat deze in 5 december is voorgekomen. En die komt ook nog weer, ook nog eens in november terug. En dan zie je dat het ook een steunniveau is geweest, wat nu weerstand is geworden. Dat is een heel interessant gegeven. En dit is voor een helikopterview eigenlijk, hè? Dus de oliemarkt momenteel kun je zeggen dat die grosso modo in een trading range zit van ruim $10. Hè? Dat zie je aan de onderkant rond $72. Die zie je aan de linkerkant, zoals je ziet. Die zie je hier. Even kijken, gechargeerd, dan moet je ietsjes naar beneden zetten. Nou, je kunt zeggen, oké, $70, dat is de absolute bodem in december geweest. En sinds die tijd is de markt wat omhoog gegaan. Maar je kunt ook zeggen, weet je wat, ik heb een dubbele bodemformatie rond dit niveau, rond 73 kan ook. Want dan heb je dus meerdere raakpunten. En heb je dus medio december een low en ook in begin januari. Nou, de bovenkant is begrensd op 82. En dit is mooi om te zien dat je dus een mooie trading range hebt gedefinieerd. En dat betekent eigenlijk als dit niveau wordt gebroken. Trading range wordt verlaten, moet ik eigenlijk eerlijk zeggen. Dan is het als volgt. Dan heb je dus een trading range. Als we een conservatief nemen, dan heb je dus een $9.5 ongeveer. Dus 7, ja, $9.5 heb je dan beweging. Dus mocht je dan doorbreken naar boven, dan heb je dus een target ongeveer, ja, richting, pak een beet, even kijken,
richting 92,5. En aan de onderkant heb je een doorbraak naar beneden. En dan kom je ver richting de 64 uit. Kijk, dan kun je deze waarde omklappen. En dat is ook gelijk een eerste inzicht voor jullie, dat jullie hiermee ook aan de slag kunnen. Dus mocht je niet ons systeem hebben, dan kun je hier in ieder geval iets mee doen met die trading ranges. Wie van jullie hanteert deze techniek ook van trading ranges? Ben je wel benieuwd naar? Dus deze. Nou, dus kom je richting de 63 uit. Dus dit is in ieder geval op dit moment, dan weet je in ieder geval van tevoren, dan plan je van tevoren waar de markt naartoe kan gaan. Nou, dan gaan we ietsjes inloggen weer, of inzoomen. Dan ga ik dit inzoomen. En dan pakken we dus de laatste beweging en pakken we de move van, ja, sinds gisteren maandag dus. Hè, dat eigenlijk is dat op zondagnacht al gebeurd om 12 uur, zie ik. Dan zien we dus dat we nu via een glijdende schaal rond de 80 naar beneden zijn gegaan. 76, zijn we 3 punten. Dat betekent eigenlijk dat we dus per saldo sinds het weekend naar beneden zijn gegaan. 3 punten naar beneden, bijna 4. Oftewel $300 of $400 per één vol contract. Zijn er vragen over dit geheel zonder indicatoren? En feel free om ook vragen te stellen. Dat is ook een belangrijke om dat aan te geven. Dus feel free om daar ons op te contacteren. Dus ik zal even het scherm opnieuw delen voor jullie. Dat is ook handig. Dus dan pakken we Stratus 7. Nou, nu zie je ook mijn scherm weer. Hè? Dus zijn er vragen over de oliemarkt in kaart brengen zonder indicatoren? En je kunt namelijk bij FXFlat een demo-account aanmaken. Dus zal ik even een link sturen naar jullie geven. Want dan kun je daarmee eventueel ook een beetje zelf mee stoeien. Wie van jullie handelt trouwens ook in oliemarkt? En dan bijvoorbeeld met aandelen, met de Trade Navigator of met Ronald de Zoete zijn sessies. Met zijn service. Wie heeft de service van Ronald de Zoete op dit moment? Ja of nog niet? Wie heeft hem nog niet? Ben ik toch wel benieuwd naar? Ja, Reinhard zegt ja. Oké, okay. Mooi. Jazeker, zegt Jeroen. Mooi. En zijn ook tevreden over de service van Ronald de Zoete? Dan kun je ook eventueel een call inplannen met Ronald. Zeer tevreden, precies. Voor mij had hij ook een renewable race, volgens mij. Zal ik even een link inslingeren. En heb je vragen erover, dan kun je ook even met mij een call inplannen. Of met het team, zeg maar. En we kunnen daarmee verder helpen. Nou, wil je meer weten over daytrading in het algemeen, dan kun je het e-book Start Trading downloaden. Dat is die. En tot slot zal ik aangeven bij ons. Kijk, hoe moet ik de website pakken? Kun je call inplannen? Dat mag je doen via moneytowork.com. Een 2T6 system. Dus die. Zo. Dan heb ik deze link erbij. Dan kun je ook eventueel vragen stellen via de chat, zeg maar, of via het formulier wat erbij staat om discovery call in te plannen. Nou, in ieder geval, ik ben blij dat jullie daar ook tevreden mee zijn, natuurlijk, met Ronald zijn service.
En dan wil ik een stapje verder. Dus oliemarkt hebben we dus in kaart gebracht. De WTI, dat is West Texas Intermediate. Dat is Amerikaanse equivalent. Nou, dat is één. Wat we dan ook hebben, dan hebben we dit in kaart gebracht. En hebben we dus ook een stapje etage laag. Doe ik bijvoorbeeld de 15 minuten grafiek op de oliemarkt. En daar heb ik een indicator in geslingerd. En dat is namelijk als volgt, dat is die. Oké. Zo, dan is deze als volgt ingediend. Zo. Kijk, dan heb je dus een F en L. Dat staat voor Frankfurt open en Londen open. Frankfurt is 8 uur, Londen open is 9 uur. Gaan we iets naar links, dan zie je ook W, dat is Wall Street opening, dat is 3:30. En de U staat voor Amerika, dat de Amerikanen wakker worden, Amerikaanse sessie. De servertijd staat 1 uur voor, dus we lopen 1 uurtje voor. En dat komt door de servertijd. En dat is, heeft dus niets te maken met jullie klok of zo. Dus je hoeft niet aan paniek te raken als het gebeurt. Nou, in ieder geval, je hebt hier een mooie curve. Nou, stap 1 is de PMA-indicator, die hebben we aan toegevoegd. Dat is de Proprietary Moving Average. Dat is een aangepaste moving average. Is niet helemaal gelijk, maar als een gewone moving average, maar die geeft alleen aan, is de kleur van die PMA, is die blauw, is het opwaarts, of is die oranje, dan is het neerwaarts. En je hebt al een hele stap gewonnen, als jij weet welke richting de markt op gaat. Nou, dat heb je aan de hand van deze indicator heb je dat gedefinieerd. Nou, zolang het dus oranje is, dan moet je neerwaarts denken. En met een pijl erbij, dan heb je dus een verkoopsignaal. Dan heb je een koopsignaal. Dan moet die ook blauw zijn. En als je een blauwe PMA hebt, dan mag je niet short gaan. Maar zeker niet kopen als je geen koopsignaal hebt. En hier heb je dus een oranje lijn. Nou, dan heb je hier dus een verkoopsignaal op zeg maar 88, 78 ongeveer. Dan zit je 11 punten onder, $1... 10 zit je naar beneden, zijn we een dollartje naar beneden, $100 naar beneden met de winst als je short zit. Nou, hartstikke leuk dat dit plaatsvindt, hè, dat dit goed is. Dus dat is mooi om dat te laten zien. En dit is in ieder geval de richting van de markt in kaart te brengen. Dus wie vindt dat nuttig om te weten wat de richting van de markt is? Nou, iedereen die dat niet vindt of denkt, nou, dat kan natuurlijk, maar ik vind het wel prettig om te weten of je long of short moet handelen. Ja, precies. Want als jij dus niet deze indicator hebt, ik zal laten zien, dan is dat, kijk, wat het punt is. Ik zal even een uitzoomactie doen. Ga ik deze pakken. Ik zal even iets laten zien. Als je nou deze indicator weghaalt, de blauwe, dan moet je namelijk zelf weten of de markt omhoog of naar beneden gaat. Nou, ik zal deze weghalen. Nou, wat zien we dan hier? Dan zien we dus dat de markt omhoog gaat. Hè? En ik heb hier ook een trading range, kan ik definiëren. En je hebt ook in de markt, heb je namelijk ook een... Maar de partijen, die zeggen, dan moet je op een, in een trading range moet je aan de bovenkant verkopen. En aan de onderkant moet je kopen. Nou, dan gaat het iedere keer goed, totdat die uitbreekt. Het punt is, als je ze uitbreekt, je weet dus niet hoe ver de markt doorgaat. Hè? Nou, ik heb dus net aangegeven, aan de hand van de trading ranges die we aanreiken, dan kun je alvast van tevoren weten, nou, als je dus uitbreekt, wat de target is. Nou, hier heb je dus een uitbraak naar boven. Projecteren we die, nou, dan zie je dus dat de target erop en erover zelfs is gegaan. En als je dat, als je geen indicator hebt, ja, dan ben je snel geneigd te zeggen, ja, de markt is al te hard gestegen. Hè, de markt is te hard gestegen. Nou, kan, en dan ga je denken, ja, hier, dit is een top, je moet short. Dus zet je hier weer een lijntje neer, moet je short. Nou, ga je short, nou, dan word je gekild. Hè, dan gaat het dus eerst tegen in en dan gaat het naar beneden. Nou, hier hetzelfde laken pak, dan heb je dus bovenin een trading range. Aan de bovenkant de weerstandsniveau. Ik zal deze even aangeven. Zo, deze aangegeven.
En naar de onderkant. Dan heb je hier weer een trading range. En dit is leuk. Dan gaan we deze trading range weer definiëren. Zo. Dan weet je in ieder geval, als je het dus doorbreekt, wat de target is. Sleven we deze naar beneden. En voilà. Je ziet ook dat de target heel snel is gehaald. Nou, dit is dan zonder indicator. Nou, en dan ben je dus geneigd om te snel te kopen te verkopen. Nou, slingeren we hier de indicator in. Dan doe ik dat via de aanpassen. Dan zet ik de TSS-system erin, die lijn. Nou, deze zet ik erin. Zo. En dan zie je dus op deze manier dat je dus een duidelijke richting van de markt hebt. Wat ik net heb laten zien. Wie van jullie vindt het prettiger om zonder deze indicator te doen? Dus op de tast via wiggelroede eventueel te handelen. Wie vindt het handig? Ja of nee? Of wie zegt, ik wil liever deze indicator erbij? En dan heb je dus een richting van de markt. Dat je in ieder geval zeker weet dat je met de wind mee gaat zeilen. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Want als je tegen de wind in gaat zeilen, ja, dan kom je niet ver. Nou, gaan we dit even weer fast rewind doen. Dus hier hebben we dus de uitbraak situatie hebben wij weer in kaart gebracht. Indicator is fijner, indicator is veel duidelijker inderdaad. Maar hier heb je dus een uitbraak van de trading range. Deze. En dan zie je dus dat de PMA, die indicator ging al op blauw. En dan zien we dat de koers hard omhoog is gegaan. Hè? Nou, dan zie je dus dat hij bovenin nog steeds aan het blauw aan het worden is. Op een gegeven moment wordt hij vlak. En dan gaat hij hier dus oranje draaien. Dus hij gaat hier het oranje draaien. Dus hier gaat hij plus in dit gebied. Dus je gaat niet een hele rit meepakken van zeg maar van hier naar daar ongeveer. Dat is hieronder. Dit is het gebied. Ik ga ietsjes conservatiever zijn. Dit is het gebied wat je dan kan pakken qua beweging. Dit is zeg maar 40 cent, dus $40. Dus de indicator geeft een indicatie dus waar de markt naartoe gaat. Nou gaan we dus weer kijken. Hier hebben we dus een bovenkant trading range. Hier heb je dus een break of een verkooppijl. En die verkooppijl wordt nog niet gevolgd door een actie of een acceleratie of een actie naar beneden. Wat je ook na een verkoopsignaal wilt zien, is dat de markt doorbreekt naar beneden. Ik zal even iets laten zien. Kijk, dat is precies de W. Maar je ziet dus ook hier dat de low is niet doorbroken. Low is niet doorbroken. Die low die wordt hier pas doorbroken. Dus met andere woorden, je moet het zeker niet kopen. Want dat is namelijk ook zo. Als je dus denkt, hey, ik heb een trading range situatie. En dan wordt gezegd, ja, je moet aan de onderkant kopen. Nou, dat klopt ook. Hè? Dan in de lectuur of literatuur bij heel veel partijen wordt gezegd, ja, dan moet je daar kopen. Maar je ziet dus dat hij doorbreekt naar beneden. Knak. Zie je? En de indicator gaf al aan dat je moest verkopen. Dat je short moest gaan. Short gaan wil zeggen dat je eerst verkoopt. En dat je op een laag niveau terugkoopt. Nou, hier heb je dus een daling van meer dan, ik zie 3, 4, 5 punten zelfs. Zie je? Dat hij echt helemaal naar beneden is gegaan. Dus zeg maar vanaf hier naar daar. Heb je dus $2 vanaf de low. Heb je $200 winst op dat moment. Nou, hier op een gegeven moment zie je dus een platte PMA. Dus de PMA doet niet zoveel. Terwijl de markt is neutraal. En hier gaat hij dus draaien. Hier heb je een candle met een pijl. Met nog geen eens een doorbraak. Maar als je erin zat, dan had je een klein verliesje gehad. Maar hier ga je dus naar beneden. Zie je alleen maar short. Hier in idem dito. Gisteren ook. En zo kun je dus de markt heel makkelijk in kaart brengen. Zijn er vragen op dit moment over deze indicator? Die proprietary moving average. Okay. Nou, iedereen zit aandachtig te luisteren. Heel mooi. Dit is dan de 5 minuten grafiek wat ik heb getoond. Die staat dan rechtsboven.
En als ik op de 1 minuut ga handelen, wil handelen, dan doe ik dat liefst op de 1 minuut grafiek. Je kunt ook 5 minuten doen. Sorry, rechtsboven was 15 minuten. 1 minuut of 5 minuten mag je zelf weten wat handiger is. Ik denk dat voor de WTI dat de 5 minuten iets duidelijker is. Dit is dan nu de markt, 31 januari. Je ziet dus een flatliner. Dit is 1 minuut grafiek. En de 5 minuten ziet er als volgt uit. Dat is deze. Dus wat is eigenlijk duidelijker voor jullie? Is dat deze 5 minuten of heb je liever de 1 minuut grafiek? Dus dit is WTI Cash op basis van de 5 minuten. De 5 minuten is iets rustiger. En dan zie ik een vraag van Maarten die zegt, wat zijn de TDB-instellingen? 5 minuten. Het voordeel van 5 minuten is dat je minder signaal hebt, dat je iets ruimere range moet hebben. En bij de 1 minuut grafiek zit je eerder in de markt. En dit is dan de 1 minuut grafiek. Ik zal deze terugswitchen. Minder ruis, ja. Dus des te hoger je een timeframe hebt, minder ruis je hebt. Alleen moet je de afstanden wel meer meenemen. Dus ik zal deze pakken. Deze heb ik hier. Met andere woorden, ik heb hier een... deze. Hier, tik, tik. Zie je, 76, 77. Een puntje. Nou, dit is dan de 1 minuut grafiek. En dat is... ja, iets rommeliger. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen voor die oliemarkt, doe daar bijvoorbeeld de 5 minuten. Dat valt er iets voor te zeggen. Heb ik hier nog een button. Hierboven zie je een gezichtje. En dat is namelijk een gezichtje van, ja, huilt. Dus dat betekent dat deze knopjes hier rechtsonder, dat die niet gedefinieerd, niet aangevinkt zijn. Normaal gesproken, als je gaat handelen op FX Flat, dan moet je namelijk handelen via deze knopjes. Dan moet je het aantal moet je inzetten, de volume, dus 0,1, 0,2 of 1. Dat betekent dus met 0,1 handel je dus $10 per dollar beweging. Met 1 is $100 per 1 dollar beweging. Nou, moet je ook de take profit stop los moet je er allemaal aanzetten. Dat hebben we dus ondervangen door die knopjes te introduceren rechtsonder. En die zetten we bij die TDB in. Ik heb Maarten 500, 550 heb ik gedaan. 500 cent is dan volgens mij $5. Take profit, stop los $5. Stop room 5 cent. 50 cent, sorry, 50 cent. En de lot size is 0,1, dus $10 per punt beweging. Ik zal het laten zien. Dus met die knopjes, je kunt een BM doen, een buy market of een sell market, een SM. Dit is een buy stop en een sell stop. Dan ga je met een vertraging in de markt. Nou, stel dat je nu zegt, nee, we hebben een verkoopsignaal hier gehad. Omdat we dus een oranje PMA hebben en onderin een pijl. Ja, dus deze. Dan kun je zeggen, ik doe een sell stop. Nou, die leg je in. Nou, ik moet hem aanzetten, want ik zie het gezichtje. Als een gezichtje huilt, dan moet je kijken, staat deze aangevinkt? Staat live handelen toe? Kijk, deze moet ik even onderzetten. Of check bij de gereedschappen of daar one-click trading aangevinkt staat. Dat is heel belangrijk. En dan zie je ook dat je een take profit en een stop loss met waarde hebt. En dat staat bovenin. Als je short zit, heb je een verlies van $4, €4,62. $5 gedeeld door de euro-dollar koers. En de onderste heb je dan een winst van €4,62. Nou vullen we hier bijvoorbeeld 1 in. En bij de invoer zet ik daar bijvoorbeeld 1 neer. Dan zul je zien dat de winstverlies, dat die groter wordt. Dus kun je hier zien. Dan heb je hier dus €46 verlies en €46 winst. Zie je? En ik zou ook altijd aanraden, begin zo klein mogelijk, ook als je net begonnen bent. Dit is trouwens live account. Als je dus een demo account wilt openen bij FX Flat, is dat ook mogelijk. En daar kun je ook gewoon mee oefenen. Niet met ons systeem, want het is een
investering van €1.497. En dan heb je dus elke week Q&A-sessies. En voor onze jaarcoachingsprogramma deelnemers hebben wij namelijk een speciale sessie elke week. Nog extra live trading. Zoals je ziet, zien we eronder zien wij bolletjes. Dat is namelijk een aangepaste MT-indicator, dus een aangepaste MACD. Kortom, het gaat erom, als je onderin rood hebt, heb je een verkoopkracht. Hè, dan heb je een bearish markt, neergaande markt. En als het groen is, is er een positieve markt. Ook de truc van horizontale lijnen trekken moet je natuurlijk ook op de 1 minuut grafiek doen. Dus wat je dan doet is, we zetten hier een steunlijn neer aan de onderkant en aan de bovenkant. Hele kleine mini-range. En dan zie je dus dat heel weinig bewegingsruimte is. Maar goed, even kijken wat er dan gebeurt. Nou, hier zien we dus dat er een verkoopsignaal komt. Maar het probleem is, als je heel goed kijkt, zien we namelijk timeleft. Timeleft hier rechtsboven. Dat betekent dat er nog 3 minuten en 52 seconden te gaan is voordat de candle klaar is. Dus we moeten nog bijna 4, ongeveer 3,5 minuut wachten voordat deze candle klaar is. En dat is ook een nadeel. Dus Jozef zegt, ja, we hebben minder ruis. Maar je hebt ook het probleem dat je dan hiermee toch langer moet wachten. En dat is niet mijn sterkste kant, trouwens, geduld hebben. En ik zal even kijken wat er dan gebeurt als we nu op de 1 minuut gaan kijken. Wat er dan gebeurt. Dan zul je zien dat nu ook een verkoop hebben. Dan heb ik misschien iets meer ruis, maar dan heb je wel iets meer signalen. Dus ik hoop dat ik makkelijk kan switchen. En dat het systeem niet vastloopt, moeten we wat geduld hebben. Kijk, nu hebben we dus deze. Zet ik nog even deze. En dan aan de rechterkant. Als je de grafiek helemaal aan de rechterkant wilt schuiven, dan moet je hoe heet dat? Een soort verschuif einde van de grafiek vanaf de rechtergrens. Die moet je dan zo zetten. Dubbelklikken, heb je iets meer ruimte. Kijk, hier had je al een verkoopsignaal. Had je al kunnen pakken. Dan hadden we dus een ritje gehad van 12 cent ongeveer. Gezichtje huilt, dat is niet goed. Standaard even aanzetten. Sta live handelen toe. Nou, dan, ik zet deze even erin. En dan zien we dus dat we min 4 hebben. Min 4 cent, zeg maar. Dus dit is de 1 minuut grafiek. De lijnen die we getrokken hebben in de 5 minuten hebben we hier ingezet. En die blijven ook zichtbaar als je de switch van timeframe. En je ziet dus dat dit een beetje een trading range is waar we nu in bewegen. En het kan best zijn dat we dus straks iets omhoog gaan. Maar als we nu gaan kijken op basis van de live trade die ik nu doe. Dan hebben we dus hier een situatie gehad vanaf hier naar daar. Vanaf dit niveau hebben we al een verkooppijl gehad. Maar we kregen de break echt naar beneden toe. De afgelopen 10 cent. Dat het dus al op een hoog niveau een short signaal was. Nou, we hebben dus gezien. Boven de nullijn onderin is het groen. Dat is het positief. En onder de nullijn is het rood. Dat wil dus niet zeggen dat een markt niet omhoog kan. Hè? Het is ook een counterbeweging. Want dit is dan de beweging. Wat je ziet, dit is dan de beweging. Dus dit is eigenlijk de beweging. Neergaande beweging. En dit is dan de counter. We zitten nu in een counterbeweging. Dus de vraag is, hoe groot wordt die counterbeweging? Tot waar reikt die? Nou, je hebt dus nu op de 1 minuut grafiek. Hebben we dus een counter. En de break, het punt is, ik heb net ook als voorbeeld deze trade gedaan, maar die had dus op dit moment in moeten stappen. Dat was dus op 76,90 ongeveer. Nou, dan zouden we nu nog in het plus rond het scratch niveau zitten. Nou, we hebben dus 2-3 minuten later hebben we deze sales signaal gezien. Dus ben op een iets later tijdstip ingekomen. Dit is het verschil tussen 1 minuut en 5 minuten. Je zit als 1 minuut, ik zit heel liever op het vinkertouw op 1 minuut, dat ik eerder de markt ben, dan op de 5 minuten.
heb je weliswaar minder ruis, maar je zit veel langer in de markt. Of later in de markt. Dus wie zit liever op de 1 minuut en wie zit liever op de 5 minuten? Ik ben er wel benieuwd naar. Maar er kan niet van niks gebeuren. We hebben namelijk hierboven hebben wij een stop los. Nou, die kun je naar beneden slepen. Dus 1 minuut inderdaad. De stop los, die hou ik even kort aan. Nou, dat zou dus een verlies zijn van $2,73. Ook dit is ook belangrijk. We zien nu dus een kleurverandering van de PMA. Dat betekent dat het korte termijn sentiment is nu omgeslagen. Dus dan moet je eigenlijk zeggen, nou, oké, als dus een kleurverandering plaatsvindt in de markt, dat betekent dus dat sentiment dus op korte termijn positiever wordt. Dus dan zou je zeggen, dan moet je deze op stop klikken. En dan pakken we verlies van anderhalf, $1, dus €1. Pak je dan verlies. Nou, wacht je op het volgende signaal. Nou, we zien dus ook dat nu de counter, als we deze lijn erbij pakken, dat de counter best wel hevig is. Hè? Nou, dan moeten we dus wachten. Wordt dat een counter die helemaal naar de bovenkant gaat? En weer naar beneden, dan heb je dus een trading range. Wat je nu ook kunnen doen, die trading range die we op die 5 minuten hebben gepakt, die kun je iets naar beneden trekken. Want we handelen van rechts naar links, zoals je ziet. En dan is dit eerste referentiepunt. Vervolgpunten zijn 2, 3 aan de linkerkant. Dus dit is een referentiepunt. En nu zien we dus dat er een koopsignaal is. En dan ga ik dus deze bijvoorbeeld inzetten. Nou, hij schiet door het dak. En er zit altijd een spread in die je moet betalen bij de broker. Dat is dan, even kijken hoor, 2,5 cent ongeveer. Dus dat is de bread and butter van de broker. Nou, je ziet dus dat we nu dus situatie hebben, een fee spike hebben we dus. Een uitbraak. Dan kun je zeggen, weet je wat, moeten we dan ook een nieuwe koopsignaal erbij doen? He, dat we hebben dus een koopsignaal en je schiet in één keer door. Dus dan had je dus ook ondertussen die trade kunnen oppakken. En dan had je dus een winstje gehad van 8 cent ongeveer. Maar nu zien we dus dat we een uitbraakpoging hebben in de markt. En dan ben ik benieuwd of dan inderdaad ook, of de sessie nu, we zitten nu met een middagsessie namelijk, lunchsessie. En ik weet niet of dat ook een goede markt is, want meestal zijn lunchsessies minder bewegelijk. Maar goed, we hebben nu dus ook een uitbraak. Gaan we kijken of deze lijn wordt aangetikt. Dat we dus richting die 77,50 gaat. Nou, wordt dus aangetikt. Op zich zie je dus ook wat het sentiment is. Hè? We hebben nu ook een shift of sentiment. Deze lijn die we nu hebben, die heeft dus de koers doorbroken. De high van de candle doorbroken van de vorige. Zien we dus dat we nu ook in het blauw zijn. Nou, dan ga je dus de stop los. Die kun je ook aantrekken naar boven toe. Dus onderin zie je dus de stop los heb je hier dus nu. Die trek ik nu strak aan. Tot onder de trading range waar je uitgebroken bent. Ik zal even de candles wat groter zetten. Zo. Kijk, dan zitten we een beetje op de vierkante millimeter zitten we te handelen. Maar het gaat om jullie even de marktdynamiek te laten zien hoe je hiermee om kan gaan namelijk. Kijk, we hebben namelijk een spike gehad. Iets op een hoog ongunstige tijdstip ingegaan. Maar goed, we hadden een dubbeltje beter kunnen handelen. Maar je ziet dus dat we dus onderin, hier had je dus een verkoop. Mooi signaal, 10 cent winst. En naar boven toe hadden we dus ook een mooie winst van, hier is dus de candle nog rood. Hè? Hieronder heb je dus MT-indicator rood. Hebben we dus een groene candle met een koopsignaal. Dan verspringt die dus naar groen. Hebben we dus een nieuwe situatie. Nou, wat je dan nu krijgt is, mocht er dan een groene candle komen, dan komt er een blauwe pijl. Nou, dit is een beweging van 20 cent geweest. Nu hebben we dus een herbevestigingspijl
op dit moment van deze candle. Dan zie je dus hier weer een pijl. Dus in principe ligt de weg open naar onze verticale pijl. En dan moet ik deze nog weer opnieuw intekenen, ben ik bang. Ik moet even de markt de richting aangeven. Zetten deze naar boven neer. En dan zou je dus richting 7,5 kunnen stijgen. 77,5. Gaan we kijken of dat lukt. Wie vindt het op zich een interessante exercitie wat we nu doen? Want dit is gewoon real life. Hè? Ook op een live account, zeg maar. Om te laten zien dat dat gewoon... ja, het is voor de echi. Ja, 4 cent. Nou, dan zie je dus dat de stop los. Nou, die trek ik ietsjes omhoog. En die wil ik eigenlijk net onder de uitbraak, onder het uitbraakniveau hebben. 2,5. Je moet ook geluk hebben dat je wat verder doorbreekt naar boven. En die take profit zou ik ietsjes naar beneden kunnen zetten. Kijk, deze kun je naar beneden zetten. Zo. Of je kunt zeggen op de stopknop dat je zegt, nee, ik ga er eerder uit. Dat is ook een mogelijkheid. Maar zoals ik heb aangegeven, we hebben nu dus een situatie waarbij de markt uitbreekt. En we willen wel een beetje power zien. Als je zegt, nou, wie van jullie hanteert ook volumes? Dat doe ik meestal niet, maar je kunt ook zeggen, ik wil een volume grafiek erbij hebben. Dat kun je ook bij invoegen indicatoren doen. Dan heb je hier volumes. En dan doe ik volume erbij. Onderin. Dan ga ik deze bij doen. En dan wil ik die staaf iets dikker maken. Nog een beetje dikker. En dan zie je dus dat deze staven dikker zijn. Ik gebruik het zelf niet zo heel veel. Maar het kan nuttig zijn om te kijken. Is die waarde, is de uitbraak gepaard gegaan met hoge volumes? Ja. Dus op zich is dat een positief signaal. En nou, moeten kijken of dat verder is. Maar goed, dat is even een toegift voor jullie. Wil je die indicatoren niet erbij? Dan kun je zeggen, weet je wat? Via Ctrl-I kun je de indicatorenlijst erbij pakken. En dan haal je de volumes weer weg. Want dan heb je meer ruimte in de grafiek. Sluiten. Zie je? Nou, ik vind dat prima. 2,5. Ja. 1,5. Nou, dan ga ik nu eruit. Nou, dan pak je de... Sluit je positie. Je ziet ook dat de candles afgelopen... periode. Nou, nu is het dus een beetje vlak aan het lopen. 1, 2, 3 candles. Gebeurt weinig. En we hebben nog steeds een blauwe situatie. Maar het is ook even ja, te laten zien hoe die markt beweegt. Nou, volume, zegt dat veel? Nou, op zich zegt volume in die zin, als er veel volume is, is veel activiteit. Als er een uitbraak plaatsvindt naar boven met hoog volume, betekent dat er veel interesse is. Heb je dus een uitbraak met weinig volume, dan is er weinig interesse. En dan is zo'n beweging best wel flauw wat dat betreft. Ja. Dus, nou, wie vindt dat interessant om dat te doen? Althans, wie vindt het interessant om iets met oliemarkt te doen? Ik heb trouwens een tweetal dingen. Ik heb vanmiddag om 3:15 heb ik een webinar om 3:15 met FX Flat. Dus als je geïnteresseerd bent, heb ik daar een link voor en van. Ja, Jozef. Oké. Okay. Mooi. Dan ga ik het de link even bijpakken. En we hebben aanstaande donderdagavond hebben wij ook een sessie. Dus dat is donderdag om 7:00 hebben we ook een webinar. Vraagje, wie van jullie gebruikt al het MTW-systeem? Ja, of wie heeft het systeem nog niet? Nee. Ja, Wim, ja, klopt. Net gedaan. Ik weet nog wel een vervolgafspraak hebt gemaakt met Leon, hè? En die kun je ook gebruiken. Ja. Ik heb allereerst een link voor jullie. Voor...
het webinar van vandaag. Kijken of deze klopt. Link checken. Die doet het, ja. Ja, de meesten hebben het systeem wel. Nou, dit is één. En de tweede webinar, dat is aanstaande donderdagavond, mits de computer van Ronald Zoetegoed is. En dan wordt het om 7 uur gedaan. Anders doe ik met Leon natuurlijk ook het webinar. Kijken of ik deze in kan plakken. Nee, Marcel nog niet. Nou, in ieder geval, als jij interesse hebt om met ons contact op te nemen, dan mag dat natuurlijk. En dan zal ik ook even mijn link inzetten van Calendly. Calendly link. Zo. Zo. Deze. Calendly. Zo, ik heb de Calendly er ook even ingezet. En mocht je ook met Leonne willen afspreken, dan mag natuurlijk ook Calendly van Leonne. Dus deze. En dan zet ik die ook even bij. Waar zijn jullie? Even kijken of ik die hier kan vinden. Zo. En degene die ook met het MTW-systeem werkt. Hè, wie vindt dat een waardevol programma ook om te handelen? We hadden doorgaans in de Nasdaq en de DAX. Maar de oliemarkt is zeker wel interessant om daar ook iets mee naar te kijken. Dus hartstikke mooi. Kijken of ik een poll kan doen. Even proberen. Even kijken hoor. Een poll. Even kijken. Bitcoin Launch. Dan ga ik een nieuwe doen. Nieuwe poll ga ik inzetten. Oh, die moet ik nog een keer doen. Oh. Nee, dit is niet de poll. Ik wil een andere doen namelijk. create poll. Ja. Next. Question. Dus. Heb al het MTWT system? Ja. Choice 1. Of eigenlijk moet ik dit zo doen. TSS system. Dan ga ik deze inzetten. Ja. Ja. Nee. Dus add question. En dan is dat. Oké, dus deze. Ik heb even deze ingezet. Ik weet niet of ik launch. Oh shit, dat is niet goed. En poll, dat is niet de goede. Back. Je moet deze doen. Deze. Ik heb 2 vraagjes gemaakt. Even kijken of het werkt. De vraag is: ik heb al het MTW-systeem? Ja of nee? En 2, ik heb interesse in het MTW-systeem? Ja of nee? Dus mag je dat even laten weten. Voor mij krijg je ook een poll te zien, hè? Ja, precies. En degene die dus niet MTW ziet, of zei, ik heb geen interesse, wat daar ook de reden van zou zijn waarom dat je niet geen interesse zou hebben. Want dat mag je gewoon in de chat slingeren. Want het MTW-systeem moet je zo zien, dat is een daytrading programma waarbij je dus meer mogelijkheden hebt om je rendement te verhogen, zeg maar. Of neerwaarts risico te beperken. Nou, ik zie meer jaartjes dan neetjes. Dat is hartstikke mooi. Absoluut. En even kijken. Pas overstaan naar links. Ja, dat kan, maar dat heeft niks met daytrading te maken. Hè? Want dit is een MT4 platform van FXFlat. En daarmee kun je gewoon een demo-account ook aanvragen. En dus als je wilt zeggen, nou, ik wil graag toch iets met daytrading doen. Ik heb interesse om daarmee
ja, toch een demo-accountje aan te maken. Dan heb je niet ons systeem nog, maar dan kun je daarmee wel een beetje spelen. Dus dat is ook een optie natuurlijk. Maar dan heb je niet ons indicatoren. Ah, ken ik nog niet, nee. Links is net als Maxim meer voor de aandelen, voor lange termijn. En dus dat is een belangrijk verschil ook inderdaad. Maar goed, je hebt ook de Kelly link van ons erbij, ook van Leon en van mij. En dan kun je ook even een call met ons inplannen. Nou, wat je ook krijgt van ons met het MTW-systeem, dat je namelijk met ons in conclave kunt. Je krijgt altijd backup, je krijgt ook coaching, eerste keer tot maximaal 1 uur, 2 keer een half uur of 4 keer een kwartier of 1 uur. En dan word je daarmee geholpen. Ook de installatie verzorgen wij helemaal. Wat we ook doen is elke week een trading seminar, webinar geven. Zeg maar een soort Q&A session. Voor de niet-jaarcoaching klanten hebben wij deelnemers. Hebben wij 1 keer per maand. Sowieso voor iedereen 1 keer per maand live trading session. Zoals vandaag ook. En volgende week dinsdag hebben we een soort counseling session. Waarbij we dus de zachte kant van het traden bespreken. En voor de jaarcoachingsprogramma, dat is een plusprogramma, inclusief 3 dagen volledige training. En ook 4 keer terugkomdag en de live day trading sessies die wij ook verzorgen, zoals in Venlo vorige week. Die zitten er gratis in bij de basis. Dus dat is hartstikke mooi. Dus dat is in ieder geval je handel, ja, ook handel of zaak met aandelen. Dan is de vraag, Jozef, hoe maak je rendement in een neergaande markt? En dat is namelijk, dat is ook een mogelijkheid. Dat kun je ook met dit systeem doen. Wie van jullie heeft ook het systeem van, althans het daytrading seminar van vorige week meegemaakt in Venlo? En iemand die ook aanwezig was, inderdaad, ja, was het van waarde of niet? Nee, Tom niet. Je hebt dat gemist, Tom. Volgende keer weer. Maat zegt prima gereedschap, een uiterst behulpzame coach, investering meer dan waard. Ja, en je moet natuurlijk ook zelf de een en ander doen, maar het gaat ook om inzichten. Chris kon er niet bij zijn, helaas Christophe, jammer, volgende keer beter. En we hebben ze dus ook jaarprogramma, je hoeft dus niet het programma te doen. Je hoeft niet het jaarprogramma te doen, je kunt natuurlijk 14,97 investeren en dan heb je dus alleen het pakket. Of 49,97 en dan zit het pakket bij in als bonus, zeg maar. En dan heb je een jaar, volledige jaar coaching met heel veel begeleiding erbij. Ja, dus zie je net als met voetballen ook dat je beter wordt als je een goede coach bij hebt. Zie je, denk aan Schreuder, dat die weggestuurd is. Nee, maar met een coach kom je altijd verder wat dat betreft. Alleen kom je er wel uiteindelijk. Maar ja, dan moet je een nieuw wiel opnieuw uitvinden. En nou, hartstikke goed. Dus, nou, in principe hebben we ook het plan opgevat om dan vaker de live daytrading sessies ook te doen. Live coaching sessies of live daytrading seminars zoals in Venlo vorige week. En 1 keer per kwartaal bijvoorbeeld. Even kijken. We hebben nog een paar minuutjes. Er zijn nog een paar vragen. Anders ga ik zo afronden namelijk. Lunchen en dan kunnen we straks verder gaan met FXFlat webinar, voor degene die we straks ook zien, morgen om 12 uur lunchwebinar met Leonne. Vanmiddag om 3:15 doen we het webinar met FXFlat om 9 uur. Morgen hebben we ook een daytrading seminar, of webinar moet ik zeggen, dat is met YouTube. Daar komt ook altijd een annonce van via de mail op onze YouTube channel. Dus wil je meer weten, ook over ons systeem vrijblijven, we hebben ook webinars opgezet. En dat is via YouTube-channel, kun je gratis abonneren. Dus bij deze, Money to Work. To Work channel. Mag ik jullie danken voor deze interim sessie. Ook vanwege de afwezigheid van afwezigheid van Ronald, dus dat is niet anders. En dat we dat in ieder geval ook aangeven, dat we altijd een backup hebben. Morgen ben ik weer aanwezig met Leonne en het volgen van de sessies. Dat staat ook in de agenda die Harm heeft gestuurd.
Bedankt iedereen voor het kijken. Abonneer je gerust op Money to Work. En Maarten, de groeten. Tot ziens, tot vanavond wellicht. En iedereen, tot de volgende keer. Tot morgen eventueel. Heel succes. Ja, schaftijd zit ook weer op, zegt Joost. Ik weet niet waar jij bent. Maar bij mij is het nu 2 uur. Dus ik ga zo sushi eten. Hij is voor mij bereid. Dus heel mooi. Reinoud, dankjewel ook voor jullie attentie. Ook dank voor jullie geduld dat je ook mij hebben aangehoord. En mag je toch tot slot even een cijfertje geven van 0 tot 10. 0 super slecht of 10 uitstekend. En alles ertussenin. Dus welkom. We kijken of we ook terug mogen komen. 7 zegt Jozef. Mooi, dankjewel. 8,5 Wim. En dankjewel voor de mooie waarderingen. En het gaat erom dat we wat inzicht hebben geboden. Ook in deze lunchwebinars waar je iets mee kunt doen. Patrick, 9,007. Dankjewel. En tot de volgende keer, dames en heren. En heel veel succes. Dag. Succes.